Jonge Surinamers moeten ondanks de economische situatie van het land blijven studeren. Deze boodschap gaf de directeur van het Polytechnisch College Suriname, PTC, Robbie Holband, mee aan jongeren tijdens de tweede opendag van het college. Jongeren konden informatie vergaren over de verschillende richtingen en studiemogelijkheden in Suriname en de toepassing daarvan in het bedrijfsleven. Vandaag voor ons is eigenlijk een tweede moment dat we onze de Surinaamse samenleving de gelegenheid geven om kennis te nemen van wat er allemaal mogelijk is aan niet alleen studie, maar ook loopbaan voor toekomstige studenten, maar direct ook mensen die in die samenleving een bijdrage zullen leveren aan het stukje ontwikkeling van ons land. We hebben de eerste keer bij onze beroependag gemerkt dat we veel aanvragen hadden en niet iedereen op die dag aanwezig kon zijn. Er is bij de evaluatie gebleken dat mensen toch nog de behoefte hadden om wat meer informatie te krijgen van PTC. En ook de bedrijven die toen de kans die kregen, hebben wij gevraagd van, of hebben we de gelegenheid gegeven om vandaag aanwezig te zijn om te laten zien waarom mensen voor bepaalde studies moeten kiezen, hoe zij in het bedrijfsleven met die kennis omgaan. Holband zegt ook dat verdere academische scholing van jongeren vruchten zal dragen voor het bedrijfsleven. Het PTC pleit daarom sterk voor mogelijkheden die jongeren nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Met de kennis die we kunnen opdoen, wij allemaal kunnen zorgen dat er een stukje ontwikkeling komt. We weten allemaal, het is al een paar keer gezegd, dat een hoger kader een hele kleine groep is. En we hebben mensen nodig, en zeker in de beroepssectoren hebben we mensen nodig om die samenleving, het probleem dat we elke keer weer tegenkomen, dat we steeds terugvallen qua economie, dat we een stukje dynamiek brengen in onze economie. Dus blijf studeren en denk niet aan dat we met gokken snel rijk gaan worden of dat iemand ons gaat helpen om rijk te worden. Laten we onszelf de handen in elkaar slaan en stappen vooruit maken als natie, zodat we als land toch wel een mooie toekomst kunnen hebben voor ons en voor onze naasten en onze kinderen. Met een gehouden open dag hoopt het college op een nieuwe instroom van studenten.